Gisteren heel lang leven de liefde. Verandering van smaak doet eten. Dus Kendra rent niet meteen weg als er geen macho, maar een barry op haar bord ligt. Kijk, mijn ideale type is gewoon zo'n Italiaanse maffiabaas. Look. Donker haar, donker getrimd baardje. Ik kan hier altijd 6 gooien. Dit zeg ik altijd, hè? Echt? Zonder grap. Dit is gewoon mijn zin. Zou er dan toch iets van een klik zijn? Of is Barry net even te onzeker? Ik ben zo'n vrouw die op bad boys valt. Omdat? Gewoon, met een mooie vrouw. Veel eisen. Want je wilt een Italiaan. En ik ben heel terughoudend. Ja? Heel onzeker gemaakt en dat soort dingen. Buurvrouw Monique vindt ook dat een kerel best een beetje gevaarlijk mag zijn. Ik ben meestal wel een beetje voor de bad boys. Daar lijk je niet op. Oké. Ja? Ga je naar bad boy? Nou. En eenmaal in bed worden de kansen van Barry 2 niet veel beter. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Ben? Ja. Oké. Omdat er 3 keer aangetikt. Ja. Zo, vriend. Tussendoor een paar keer gewapperd met de dekens. Okay. Of omgedraaid. Ja. De tijd is... De tijd was snel is gegaan gisteren. Het vloog gewoon. Ja. Het vloog. Net als die vogel daar. Zo wakker worden. Hm? Ja, joh. Dat snap ik. Als je 3,5 jaar niemand naast je ligt die snurkt, ja, nou, dan ligt er een naast je die, ja. Die het bos omkapt. Nee, ja, dat is ook zo. Maar ja, er is niks aan doen. Van alles geprobeerd. Neusbeugeltjes. Ja? Ja, joh. Spreetjes. Ja. Maar ja, ik heb ook wel eens een partners gehad die ook snurken. Dus. Ja. Ik vind het dan wel best wel een beetje ook aandoenlijk. Ja, ik heb liever niet dat iemand snurkt dan dat iemand wel snurkt. Ja, dat snap ik. Maar ja, dat is logisch. Ja. Nou. Nou, we zien wat de dag ons brengt. Hopelijk iets meer energie. En wie weet zelfs een tikkeltje aantrekkingskracht. Dat zou toch lekker zijn. Maar ja, je kunt het niet afdwingen, hè. Tenzij de moeder van buurman Barry weet hoe je binnen een paar uur van een lieve gozer een sexy foute gast maakt. Hey, Bart. Hallo. Hey. Alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Ja, we hebben nu dat 24-uur gesprek. Ja. Dus we gaan het zien. Wat wil je? Ja, ik heb die vonk niet, denk ik. Nee? Nee. Ja, het is een hele leuke, lieve meid en dat soort dingen, maar... We liggen ook heel goed op één lijn, maar... Als je die vonk niet in het begin hebt van... Hey, dit spreekt me aan, hiermee wil ik mijn leven delen, dan... En je kan niet altijd 6 gooien, man. Dat is waar. Ja. Nou ja, het is wel weer een hele ervaring, denk ik. Ja, dat zeker. Wel een leuke ervaring. Ja, dat geloof ik. Komt wel goed. Tuurlijk. Naar je gevoel luisteren. Ja. Nou, kalm aan. Komt goed. Doei, doeg. Doei. Monique mist al vanaf het begin dat pure gevoel van verlangen... en heeft de hele nacht wakker gelegen van Barry's gesnurk. Nu vindt ze een nachtje overslaan niet zo'n probleem... maar dan liever wel met een stoere vent die haar op een leuke manier wakker houdt. Nou, daar zitten we dan. Ja. 24 uur zitten erop. En wat vond jij daarvan? Ik vond het hartstikke leuk. Tot zover. Ja. Zeker. Ja. Ik heb het superleuk gehad met je. Voelde me op mijn gemak. Nou. En het was gewoon supergezellig en echt hartstikke leuk. Ja. Ja. Dus dat. Oké. Okay. Alleen ja, ik mis wel de aantrekkingskracht. Ja. Uiterlijk, zeg maar. En dat ik denk van, ik zou je willen vastpakken of knuffelen of zo. Ja, dat heb ik gewoon niet.
Dus op okay. dat vlak zou ik zeggen van nou, ik ga niet verlengen. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, ik vind je ook ontzettend leuk. Ja. En je bent zeker wel een type waar ik op zou kunnen vallen. Maar ik heb natuurlijk ook gemerkt, eigenlijk al ook dat je, wat je zegt over fysieke aantrekkingskracht. Wel jammer. Ja. Maar ik heb op een gegeven moment dat ik bij mezelf dacht ook van, ja, weet je wel. Ik, als dat die van mijn kant ook komt, dan ga je er natuurlijk ook niks ja, want, ja, dan, snap dan, ik. Dan is prima. Dan ja, gaan we maar eens de spulletjes pakken. Dat moeten we maar eens doen dan, hè? Dat is goed. Dat gaan we doen. Ja. Oké. Okay. Nou, succes met alles. Het beste. Hè? Is goed. Hey, doei. Hey, doe. Doei, doei. Ben jij die ruwe bolster zonder gesnurk in zijn blanke pit? Geef je dan snel op, want Monique gaat graag 24 uur met jou op date. Voor Barry is dit een eenmalig avontuur geweest. Een mooie ervaring. Maar vanaf nu zoekt hij weer op eigen kracht verder. En dat gaat hem vast lukken. Dat je in ons appartement zeker de ware liefde kunt vinden, hebben Blanca en Peter tot hun grote verrassing zelf mogen ervaren. Jij wil aan die kant. Ja. Kijk, dat komt goed uit. Zelfs daarop hebben ze ons gematcht. Zo, zo. Twee maanden later spat de verliefdheid er nog steeds vanaf. En daar mag iedereen van meegenieten. Hey. Hey. Heerlijk. Zo, zitten we allemaal dan? Hè? Hey. Hoi. Hey. Lang niet gezien. Gaat er hartstikke goed met ons. Ja, echt. Gaat eigenlijk steeds beter. Geweldig, ja. Ja. Jullie hebben ons goed gematcht, dat moet ik wel zeggen. Dus... Ja, ze is eigenlijk gelijk vanaf jullie met mij naar huis gegaan eigenlijk. Ja, ja, en eigenlijk 1 of 2 dagen af en toe zien we elkaar niet en dan zijn we er weer. Dan kom hij naar mij, ik naar hem. Meer gaan we gewoon huilen als we afscheid moeten nemen. Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal op onze leeftijd, man? Ja, oh ja. Ja, echt. We wilden zilver en we hebben goud. We gaan lekker in september op vakantie. Ik ga altijd naar Turkije op vakantie. Er staat nog een reis open in september. Dat was eigenlijk voor een vriendin. Die derde was haar dochter. Oh, echt? Ja. Dus dat heb je al geboekt en dan... Dat had, ja, het was over, klaar. Maar wie wordt die derde persoon? Jij denkt? Nee hoor. Die derde persoon, nee. Nou ja, je schoonmoeder dan of zo, je aanstaande schoonmoeder. Neem niet mijn schoonmoeder mee. Ik heb haar ingeruild. Benader inzien. Een vriendin van haar. Een vriendin van mij, ja. Die ik van de week ontmoet. Hartstikke leuk. Ja. Dat hun leven zo'n feest vol liefde zou worden, hadden ze allebei totaal niet verwacht toen ze bij ons naar binnen stapten. Dit is echt niet normaal. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee. Dit is echt ongelooflijk. Goed verliefd, ieder geval. Nou ja, wat wil een vrouw nog meer, toch? Ja. Nou ja, gelukkig, toch? Ja, heerlijk. We kijken er echt wel naar uit, dat samenwonen. Ja, ja. Dat je nooit meer afscheid hoeft te nemen. Nee. Heerlijk. Ja, je bent goedgekeurd door mijn moeder, ja. Mijn moeder zegt, wat een stuk. Als jij niet wil, wil ik hem wel. Ik heb in ieder geval hier een kaart voor jou, die mag jij lezen. Lieve Blanca, sinds de dag dat ik je ontmoette is mijn leven flink veranderd. Ik kan je nu al zeggen, ik hou van je. Maar dit is niet alles. Er is meer en dat vertel ik je nu. Lieverd, ik heb altijd gezegd, ik trouw nooit en nooit meer. Oei. Oh mijn god. Wil je met me trouwen? Ja. Oh, zo geweldig. Ja. Oh mijn god, kijk dan. Oh, kijk. 1, 2, ja! De liefde van je leven tegenkomen, net als Peter en ik. Geef je een op bij lang levende liefde en wie weet vind je het ook een leuke date, net als ik. En ga je misschien nog trouwen. En ze zei, ja! Yeah! Lang levende liefde. Zo'n duidelijk gevoel als Blanca en Peter hebben Barry en Kendra nog niet ervaren. Kendra is tot nu toe alleen maar gevallen voor de typische maffiaman, terwijl Barry nog geen vlieg kwaad zou doen. Is dat verschil interessant genoeg om nog eens 24 uur met elkaar te onderzoeken? Wat vond je ervan?
In het begin dat ik binnenkwam, vond ik het leuk. Ik kwam binnen, ze een leuke mooie dame. Alles zat erop en eraan, leuke gesprekken gehad. Alleen, ik miste die vonk, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, dit is hem. Ja. En hiermee ga ik oud worden. En dat knaagde een beetje aan. En ik dacht van, ja, als je dat niet gelijk in het begin hebt, dan heeft het ook geen zin om door te gaan, als het ware. Nou ja, ik denk eigenlijk helemaal hetzelfde daarover. Weet je, ik wil ook niet gaan verlengen dan. Nee. Maar nee, ik wil sowieso zeggen, je bent echt een hele leuke gast. En ik ben ook trots op je dat je hier zit. Aangezien je hebt aangegeven dat je niet dit snel zou doen, zoiets. Mm-hmm. Ik vond het echt een leuke ervaring. En ik ben blij dat ik het met jou heb mogen doen. Ik zeker ook. Maar, ik heb iedereen gezegd, ik heb beter had ik niet kunnen treffen. Echt, nou, dankjewel. Ja, dat is echt zo. Het knuffelen. Ik ben niet van het knuffelen, maar... Kom maar, hè. Was gezellig. Gaan we onze spullen pakken dan? Ja, dat is goed. Nou, vriendelijke vriend. Strijder. Strijder. Het was gezellig. Het was gezellig. Dank je wel voor de leuke tijd. Yes, doeg. Voorzichtig, hè? En succes in de liefde, hè? Komt goed, en jij ook. Mag je dit, mag dit je deze? Komt goed met ons. Ja, maar echt. Op een dag. Doei, doei. Doei. Heb jij die gladde Italiaanse looks waar Kendra van droomt, maar ook de zachtheid om haar gelukkig te maken? Dan komt ze graag terug voor een heerlijke date. Dus geef je snel op. Barry heeft besloten dat het hierbij blijft. Hij is vol overgave uit zijn comfortzone gestapt en gaat zijn zelfvertrouwen eerst zelf in de praktijk brengen. Dus dames, hou hem in de gaten. De 22-jarige Jordi verkoopt beveiligingssystemen. Maar na 4 relaties ging er vooral bij hem zelf een alarmbel af. Dus hij hoopt nu dat wij hem kunnen helpen bij het vinden van de ware. Ik ben op zoek naar een bruinharig meisje. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden, blond is voor even, brunet is voor een leven. Ze moet sportief, verzorgd en fris uitzien. Als ik zeg maar iemand aankijk, kunnen ogen best wel wat doen zeg maar, bij mij. Vooral wel op vrouwelijke vrouwen, zeg maar. Niet echt op boerse vrouwen. Ja, gewoon nette vrouwen. Verzorgde nette vrouwen. Ze moet een sociaal en open houding hebben. Vind ik belangrijk. Snel een praatje kunnen maken. Maar het kan indruk op mij maken als het aandacht of interesse toont naar mij. En dat ze ook luistert naar mij. Want ja, ik vind communicatie heel erg belangrijk. Als ik verliefd ben, dan kan je dat zien aan dat ik veel glimlach, veel complimentjes maak. Veel naar de kijk, graag wil helpen en laten zien wie ik ben. We gaan eens goed in de gaten houden of je een glimlach op je gezicht krijgt van Martine. Deze 23-jarige student in social work dacht 3 keer dat het raak was. Maar helaas, nu is ze bijna 2 jaar vrijgezel, terwijl ze toch precies weet wat ze nodig heeft. Er zijn maar 2 dingen belangrijk in een relatie en dat zijn communicatie en seks. Qua innerlijk ben ik op zoek naar iemand die initiatief neemt en ondernemend is. Bij een man hou ik wel van donkerblond tot bruin haar. En het moet gewoon wel sexy zijn, dus je mag best wel wat gespierd. Hoeft niet echt geen spierbundel te zijn. Maar een beetje gespierd sportief vind ik wel aantrekkelijk bij een man. En ook iemand die net als ik eerlijk is en ook eerlijk durft te zijn. En open-minded. Ik moet wel met iemand een gesprek kunnen voeren. Wel spontaan een babbeltje kan maken, ja. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja. Een beetje heel erg zenuwachtig. Ja? Hoi. Hoi. Jordi. Martine, hoi. Ja, een beetje zenuwachtig. Ja, ik tril een beetje. Hoi, zo, ik moet heel even... Wat even mee? Ja, zal ik eerst dan? Ja, is goed. Ik heb eerst een kaartje. En dan... Ik ben wel benieuwd wat dat is. Ja. Het staat al in het kaartje. Ja, is goed. Beste Bertje, ik ben waarschijnlijk super zenuwachtig wanneer dit deze, maar ik heb er ook ontzettend veel zin in. Ik hoop dat we een gezellige 24 uur met elkaar met veel gelach tegemoet gaan. Laten we eens ontdekken waarom wij gematcht zijn. Ik heb voor jou mijn favoriete toetje gemaakt. Tiramisu. Ja. Ja. Leuk, leuk. Ja, ik heb ook wat voor je meegenomen. Ja, mooi. Een bos bloemen. Ja, lief. Wat mooi. Mooie kleurtjes. En ook in de eerste kaart staan, een beetje te klappen, al wat foto's van mezelf. In, om mezelf een beetje te leren kennen van wat ik een beetje doe. Oké. Okay. Eigenlijk alleen maar foto's. Oh, wat leuk. Oh, voetbal. Ja. Hou je ervan? Ik zit ook op voetbal. Echt? Ja. Nice. Wat een leuk, origineel idee. Ja, dank je.
Dit is Sander uit Alphen aan de Rijn. 38 jaar, rijinstructeur en een beer van een vent. Maar wel een hele lieve, want hij is vader van 4 kinderen. En dat is best lastig te combineren met een leven als vrijgezel natuurlijk. Ik word omschreven als een grote knuffelbeer. En ik zie er wel groot en ruig uit, maar ja, klein hartje. Tenminste, vind ik zelf. Oké. Waar stap ik normaal op af? Ja, alles met een hartslag. Nee. Dus dit is het. Ik heb niet echt een bepaald type, maar gewoon lekker nuchter, down to earth. Biertje erbij. Gewoon gekkigheid. En als je dan een gesprekje begint, ja, dan moet je eigenlijk ook gewoon gelijk het gevoel hebben van, joh, ik klets gewoon lekker mee. Qua uiterlijk val ik eigenlijk wel op lang haar. Welkom. Ja. Slank figuur. Ik ben een billeman. En ja, vooral die ogen die moeten echt spreken. Ja, je moet erin kunnen verdrinken, zeg maar. Oh, ik ben hier helemaal de vorige maand. Ja, die kiezels zijn een uitdaging. Maar ja, de weg naar de liefde is nu eenmaal niet geplaveid. Iets wat de 34-jarige Roxanne uit Bodegraven na 6 jaar als vrijgezel ook wel weet natuurlijk. Dus als dit pad haar bij de ware brengt, is ze dit gestuntel zo vergeten. Ik flirt wel graag. Ik ben wel een beetje misschien een vervelende flirt. Oh my god. Als ik iemand wel leuk zie staan, dan ga ik er gewoon naast staan. En dan knijp wel eens vaak in mannen de billen en zo tijdens het stappen. Zulke dingen. Oh. Ik ben op zoek naar een man die wel langer is dan dat ik ben. Ik ben 1,80, dus ik hoef geen mannetje van 1,70 naast me of zo. Dat hoeft voor mij niet, nee, nee. Het is zo niet goed voor Mart. Ik hou wel heel veel van ogen. De ogen moeten wel echt spreken. Het moet sowieso grappig zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk, want ik ben ook nog zo gek als een deur. Ik ben ook wel een pittige tante, dus er moet er wel eentje zijn die ook af en toe zegt van, joh, Rox, doe even normaal. Ja, een beetje, wel een beetje stoer. Ja, voor de rest van innerlijk. Ik heb ook niet zo'n hele lange lijst voor een man. Dus ik vind het altijd wel moeilijk waarom ik nog steeds geen vriend heb. Maar ik geloof er nog wel zeker in. Oké. Wat een ellende dit, zeg. Oh my god. Hoi. Hi. Ik ben Roxanne. Sander. Hoi. Hi. Had het goed? Ja. Welkom. Ja, zeker. Ja, welkom. Goeie huis. Ja. Wil je zeggen? Okay. Leuk dat je het hebt kunnen vinden. Ja, prima. Dus, ja, nou, welkom. Ik heb wat meegenomen. Ja, ik ook, maar... Het is lekker alcohol. Altijd goed. En mijn vriendinnetje heeft een briefje voor je geschreven. Oh jee. Ja, ik drink altijd dit. En altijd? Dit heb ik, ja, altijd. Altijd? Ja, ik heb zelfs een hondje die heet Baco, dus dan weet je wel hoe ver het is. En... Lekker. Oké, ja. Ik ben sinds 3 jaar woon ik in Bodegraven. En dit is, eigenlijk heb ik dit leren drinken in Bodegraven. Is een heel lekker shotje. Ik zou zeggen, geniet ervan thuis. Nou ja, en misschien kunnen we zo meteen... Ja, we kijken wel even, is goed. Ja, lekker, okay. Dankjewel. Jij zat hier al. Ja, nee, maakt niet uit. Ja, ja, nee, ga zitten. Oh ja. Ik weet niet of je ook al gelijk de kaart wil. We hebben dat maar gehad, toch? Ja, durf je dat? Nee. Maar kom maar door, hè? Ja? Ja, ja, oké. Hallo vreemde man, dat klopt al. Ja. Waar Rox is, is een feestje. Maar stiekem zoekt ze die ene man. Een man die haar neemt zoals ze is en hey, ze is de leukste. Nou, het begint nog goed. Wees een beetje lief voor haar, maar niet te lief. Heel veel plezier samen. Liefs, Cleo. Ja. Ik heb voor jou 3 cadeautjes meegenomen. Oké, vertel. Waar wil je dat beginnen? We zullen met de beek beginnen. Ja. Daar kan ik wat uit drinken. Precies, precies. Nou ja, hij ziet er natuurlijk heel zwart uit, maar als er... Oh, het is koffie zo of thee, ja, dan komt er een foto tevoorschijn. Wacht, dat ken je wel al een beetje zien. Ja. Je hebt waarschijnlijk ook al gezien. Dat je een baard hebt. Ja. Ja. En niet zo'n beetje. Nee, niet zo'n dus beetje. Dus ik denk, ik stop jou gelijk in 10 baard. Tada. Ja. En dan heb ik nog wel eens een spreuk. Alles komt goed, behalve de rest. Ja, en wat moet je met een spreuk doen? Op een tegeltje zetten? Nou ja. Oh, alles komt goed, behalve de rest. Heel ja, leuk. Dus ja, dit zegt iets alvast over mij. Ja, ik mag wat drinken, want we zijn bij jou thuis. Oh ja, dus, wat wil je drinken? Ik wil even een wijntje of zo, want dat... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dan mijn zenuwen wel een klein beetje naar beneden gaan. Ja, je moet wel stop zeggen, want ik ben hier echt heel slecht in. Anders voer ik je gewoon dronken. Ja, zo is wel goed. Ja? Ja, ja, zeker? Ja, 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 prima. Ja, het spraakwater, hè, zeggen ze. Dus, dan ben ik helemaal benieuwd. Ik denk dat het alleen maar beter gaat worden dan. Ja, ik ben benieuwd. Nou, proost zou ik zeggen. Ja, sorry. Ja, proost. Proost. Hoppatee.
Jordi en Martine zijn na de cadeautjes meteen de speelkamer ingedoken. Want naast het pingpongballetje gaan er ook al de nodige vonken over en weer. Ben je klaar voor? Nee, ik denk niet eigenlijk. Ja, dan kom maar op. Vind je mij eerder knap of sexy? Ja, staat er echt op. Ik vind je sowieso knap. Laat ik dat even vooropstellen. Dank je. Sexy, dan moet ik... ik zie wat eronder zit. Ja, dit snap je, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Oké, okay, nee dan. Ja, ik zeg dan nu knap, maar dat puur, kijk, ik hou van een atletisch lichaam. Dat vind ik sexy. Maar ik kan niet zien hoe dat... Kan je er niet doorheen? Nee, nee, nee. Ik heb geen x-ray ogen, nee. Nee. Maar ik paas hem ook even terug, als je het erg vindt. Ja, ik vind je knappe meid. Ja. En vooral je ogen vind ik... ogen vind ik dan wel sexy. Oh ja? Voor je kijk. Maar goed. Dankjewel. Zullen we door? Hè? Zullen we door? Ja, jij hebt balletje, hè? Ja. Oh. Yes! Hé, hey, jij hebt een punt. Oh, dit is een leuke vraag. Oh nee. Wat zijn jouw slechte eigenschappen? Ja, je weet wel iets. Je lacht. Je weet wel iets. Je lacht. Ja, zeg maar. Niks is fout. Ik kan soms ook wel een beetje eigenwijs zijn. Ja, dat heb ik ook. En ook wel dat ik soms te laat mezelf uit over mijn gevoel. Ik denk dat een beetje. Wat zijn jouw slechte eigenschappen? Ja, ik kan soms wel jaloers overkomen. Maar ben je dat dan ook echt? Nou, nee. Hoe zeg je dat? Als ik denk dat iemand niet eerlijk is bijvoorbeeld, dan word ik ook weer anders. Dan word ik echt jaloers. Dan denk ik van, ja, wat is ze aan het doen? Ja. Dan ga ik echt op onderzoek uit, zonder dat ik het zeg. Dat is misschien wat slechter, want ik geef het dan niet aan. Maar ik ga dan zelf dingen uitzoeken. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Heb je het warm? Zo, ja. Moest natuurlijk netjes deze kant op komen. Netjes? Ja. Oh, nou ja, dit ben ik gewoon. En ja, dit heb ik gewoon gedaan. Oké. Okay. Ja, nee, ook helemaal niks mis mee. Hey, nee, dat... Mij hoor je niet klagen. Nee, dat ging ik niet... Wat doe je? Ik werk in de horeca. Ik sta in de keuken. Draai ik de lunch, doe ik daar. Oké. Okay. Ik kan wel een beetje koken. Ik weet niet wie er gaat koken vanavond. Nou, dan moeten we nog eventjes een ruzie over beslechten, denk ik, ja. Hoezo? Want kan je een beetje koken? Nou ja, een beetje. Ik wil wel koken, hoor. Zo is het niet. Ik vind het niet erg. We zullen niet doodgaan. Ja, we moeten dat lijstje ook gelijk nog in gaan vullen, ja. Nou, kom maar door dan. Ja? Jij kan beter schrijven dan ik, denk. Dat zal vast wel. Gewoon, sowieso. Oké. Wat gaan we eten? Ah, precies. Nou, ik dacht lekker Surinaamse nasi. Ben je moeilijk eten? Nee. Prima. Oké, maar wat doe jij dan zo in het dagelijks leven? Ik ben rijinstructeur. Rijinstructeur? Ja. Oh my god. Oh, jee. Dat wil je toch niet? Ja, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, dat is lachen, joh. Oh, die gekke naast je. Ja. Nee, het is gewoon... ik vind het wel leuk. Nou. Maar daarom kom ik dus ook vaak in Bodegraven. In Bodegraven. Ja, in Bodegraven. Ik ben daar dan voor mijn zoontje ben ik naar verhuisd voor hem. Maar ik ben wel nog steeds echt een Rotterdammer, hoor. Dat wel. Wel blij dat je niet uit Amsterdam komt. Dan had ik denk ik gelijk sluiproutetjes weggenomen. Echt waar? Ja, nee, dat vind ik zo erg. Oké, dan zeg ik nog even niks. Oh jee, je bent een Ajaxiet zeker. help! Nou, ik hoor het al. Dat onderwerp gaan we gewoon mijden. Als ik dit had geweten, ook een fijne sushi meegenomen. Even kijken hoor. Ja, moet ik nog gaan koken ook, joh. Oeh, hij viel er bijna af. Nice, lekker. Wat zou je doen als jouw partner voorstelt om een open relatie aan te gaan? Zou ik niet erg vinden? Ik heb wel een semi-open relatie gehad. Maar ik denk niet dat je dat zomaar kan doen. Je moet daar wel bepaalde afspraken over hebben. Ik had geen probleem als ik met iemand anders zoenen. Dat vond ik gewoon niet erg. Zoenen, maar naar bed gaan dan? Nou, ik heb wel gezegd, ik vond het niet erg. Dat zou gebeuren. Ik zou het misschien niet chill vinden, maar ik zou er niet heel erg mee zitten. Maar ik vind wel belangrijk dat je er dan goed over praat. En goed afspraken over maakt van tot hoever en ja, dat soort dingen, zeg maar. En voor jou? Ja, voor mij, ik weet niet, ik denk niet dat ik dat kan. Puur omdat ik vertrouwen best wel belangrijk vind, zeg maar. En als ik het gedacht heb, zeg maar, zij is bij iemand anders of bij een andere jongen, dat kan ik niet. Dat kan maar dan, want een open relatie kan ook met vertrouwen.
Als het dan niet zou gebeuren of zo, dat is ook... Nou, ik weet niet. Dan zeg jij dus dat jij iemand niet genoeg vertrouwt met iemand anders. Dan heb jij dus zelf niet genoeg vertrouwen. Dan is jouw vertrouwen dus niet oké. Dus dan ligt dat volgens mij dan bij jou. Maar kinderen? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoeveel? 4. Heb je er echt 4? Ja. Nee. Ja, ja. Jeetje. Ja. Wat dan? Ja, dat is wel veel, hè? Ze waren er in de WIP. Ja. Ja. wel allemaal van dezelfde vrouw? Nee, van 2. Oh, nou, dat valt dan nog ja, wel mee. Ja, ja. En dan eerlijk verdeeld, 2 jongens, 2 meiden. 9, 5, 3 en 2. Ook nog hele jonkies ook nog. Zeker. Ja, ik ben een jonge vader. Nee, je bent een oude vader met jonge kinderen. Wacht, ik geloof dat ik even bij die kippen moet kijken. Ja. Dus, oké. Maar wat voor muziek dan? Echt, mijn voorkeur dat gaat wel uit naar een beetje die classic rock en een beetje Queen, country, Queen. Ja, ja. Maar ja, dat is wel... Ja. Dat is wel lekker. Je hebt wel hele mooie ogen, dat wel. Oh. Ja. Ik denk dat door die baard ga je ogen een beetje weg, weet je. Zou je hem eraf scheren of niet? Nou, vraag... Nou, ja, dit is wel even een dingetje, hè? ik denk het niet. Ja, nou ja, sorry hoor, maar... hè? Het is dan toch wel een dingetje. Jordi wordt door Martina al meteen flink met zijn neus op de feiten gedrukt. Zij is open en eerlijk en misschien is dat wel precies wat hij nodig heeft om wat vrijer te worden. Ik wil later gewoon een tiny house of een huisje op wielen. Huisje op wielen? Ja. Dat lijkt me dan weer net niks. Maar zo'n klein huisje, dat vind ik niet erg. Dat vind ik juist ook, maakt ook wel iets gezelligs. Maar ik zou niet zo snel een huis kopen nu. Ja, ik wel. Puur om... je bent sowieso goedkoper uit dan huren. Ja, nee, maar ik bedoel niet... Een huis kopen als je dan gaan huren. Er zijn meer opties dan kopen en huren. Ik bedoel dan dus bijvoorbeeld een tiny house of een huis op wielen. Ik wil niet ergens aan vastzitten. Ik zou wel, ja, wel een vast plek hebben, niet een huis op wielen. Ja. Het gaat eindelijk een beetje... Oké, we gaan ook een beetje opruimen dan. Of ik een foto heb van je. Nou, vind het nodig? Nou. Zeg maar, vind het nodig? Ik sta nu zo leuk op foto's. Nee, ik vind het echt leuker dan op foto's. Hé, maar hoe kan je nou vragen aan mij of ik mijn baard eraf wil halen? Jij zit nou ook in team baard. Dat zeg jij. Ja. Ja. Hallo, jij hebt er een shirt van. Hé, maar je gaat lekker, hè, zo? Talentje? Ja, het wordt wel wat, hè? Het begint al lekker te ruiken. Nou, het ziet er toch wel goed uit, of niet? Zeker. En het eten ook, trouwens. Ja, hoor. Hoezo wist ik dat dit gezegd zou worden? Nou, eet smakelijk. Nou, eet smakelijk. Nou, even een foto maken. Nou, heb ik hem. Oh jee. Gelijk een reactie zeker. Ja. Is het echt zo erg, ja? Nee. Oh jee. Oh. Wat zegt ze nou? Baard. Alleen je baard. Dat is het enige wat iedereen zegt. Oh. En ik zie ook nu pas je shirtje. Morgen is Jordi wel de ideale persoon om Martini te verleiden. Waar liggen jouw onzekerheden in je zoektocht naar liefde? Dat is een goede vraag. Of ik niet liever met een vrouw wil daten, dus ik weet het niet zo goed. Dus ik zie het wel. Had je niet liever gezeten met een vrouw dan of met een man? Tot morgen.